Goeienaand, het is my sommer lekker om weer bij jullie als omgeegroep te keier. Het gebeurt nou niet elke week nie, en wanneer een mens die geleentheid kry, is het toch een voorrecht, al is ek nie regtig fysisch daar by julle nie, is het toch een voorrecht om te weet, iets in die geloof deel ons met mekaar. Ons het vandaan twee teksten wat gelees moet word, en een mens ook kon wonder, hoe kom hierdie twee teksten in een combinatie met mekaar? Die ene is Johannes 5 vers 24, en die andere ene is Filippense 3 vers 20 tot 21. En eindelijk wil ik jullie een klein beetje terugvat, na Paaszondag, die opstanding van die Heere Jesus, wat so 4 weke, misschien al 5 weke gelede plaasgevind het. Die opstanding van Jesus is die groot oorwinning oor die dood, wat God in Jesus Christus bewerkstellig het. En die licht van die leeg graf val op hierdie twee tekste. En as het toegegaan het oor die opstanding van Jesus, gaan het nou oor my en jou opstanding, die nieuwe lewe wat ons kry na die afsterwe. So in die licht daarvan wil ek julle uitnooi om nou eerst die drie af te sit en dan saam hierdie tekstgedeelte te lees en vir die Here te vra, Here, wat sê u vir my deur hierdie tekst? Hierdie tekst het natuurlijk te doen met die lewe na die dood. En ek dink as een reel, dink ons nie baie daar oor na nie. As een reel sou mens nie noodwendig by hierdie tekste gaan vaststeek nie, want ons levens is geweldig bezig. Daar is soveel bedrywighede wat ons aandag vra. Tensy jy natuurlijk gebuk gaan onder een ernstige siekte, of iemand nabij aan jou een levensbedreigende siekte het, is hierdie lewe na die dood, en die dood as sodanig nie, dinge waarover jy noodwendig sou praat nie, en hierdie tekste wat jy noodwendig sou lees en aan aandag gee nie. En dikwels is het dan by een begrafnisdiens, wat een mens klein bykie tot stilstand kom, en weer oor hierdie sake besin. En dis ten diepste waarover het hier gaan, die lewe na die dood, wat ons in Jesus sien, kruisiging, en dan die opstanding, die lewe na die dood. Ons as Christene het oor die algemeen die oortuiging, dat daar lewe na die dood is. Maar ek sê nou vir julle wou vra, as julle nou vir 1 minuut of 2 net hieroor wil praat, wat sou die verskil wees tussen om 'n oortuiging te hê en om 'n belofte te ontvang? 'N oortuiging teenoor 'n belofte. Praat gou so vir 1 minuut lank oor die verskil tussen die twee.
Voor mij is een oortuiging iets wat van binnenkant afkomt. En het komt van binnenkant op grond van jouw rationele overwegingen. Je kijkt naar een zaak en jij besluit wat is waar of wat is niet waar, nie, wat is moeilijk en wat is niet moeilijk. En dan formuleer je voor jezelf een oortuiging. Of een oortuiging kan ook gebaseerd wees op jouw levenservaring. Je hebt zekere ervarings. En dit maakt dat jy een sekere oortuiging het in die lewe, ten opzichte van een verscheidenheid van zaken. En daar is niks fout daarmee nie. Een oortuiging is een belangrijke zaak in een mens lewe. Maar ik plaas het vandaag teenoor een belofte. Een belofte komt niet van binnen af nie. Een belofte komt van buiten af. En wat ik in die Bijbel zie, hier waar Johannes voor ons een tekstvers gee, en hier waar Paulus voor ons twee verse gee, sien ek dat die Heere dier hulle twee vir ons een belofte gee. Hy gee vir ons die belofte van lewe na dood. Op grond van Jesus' opstanding gee God vir jou en vir my die belofte van ons eie opstanding. So ek wil julle as groep nou uitnooi om een bietjie te praat oor beloftes en dan hierdie groot belofte. Als jij een belofte krijgt, wat kan je met die belofte maken? Wat er opties het jij wanneer een belofte voor jou aangebied wordt? En dan de tweede vraag waar dan mee samengaan, wat maakt een belofte in jou wakker? Als jij een belofte van iemand zou krijgen, of een belofte van die Heere zou krijgen, wat maakt die belofte aan jou binnenkant? Spreek het een beetje. In die onlangse verlede was daar natuurlijk baie controversies geweest oor of Jezus lichamelijk opgestaan het. En voor sommige christenen het dit een toetssteen geword van ware geloof. Glo jy Jezus het lichamelijk opgestaan of niet? En ik wonder een beetje daarover. Want als ik naar die Bijbel kijk, dan lijkt het voor mij Jezus het opgestaan met een verheerlijkte lichaam. Wat ook iets sê van dat zijn continuïteit. Hij is diezelfde als wat hij was voor zijn dood, maar hij was toch ook een beetje anders geweest. En ik wil jullie als groep nou uitnooi om hierdie ding te bespreken. Hierdie groot vraagstuk. Hoe denk jij het die opstandingslichaam van Jezus gelijk? En die klein beetje beschrijvings wat ons in die Bijbel krijgt. Hoe denk jij? Die opstandingslichaam gelijk. En dan daarmee saam. Als jij die belofte aanvaard dat ons ook leven na die dood gaan hee, hoe denk jij oor jou en mij zo'n opstandingslichaam? Hoe gaan dit wees? Wat centraal staan in Johannes 5 vers 24 is ons geloof. En geloof betekent dat jy die belofte wat vir jou gegee word, sal aanvaar. En hier staan geskrywe, wie in Jesus glo, het die lewe. Wie in Jesus glo, het al reeds oorgegaan van dood na lewe toe. Vrienden, ek dink dit is die wesenlike, ons geloof in die Heer Jesus Christus. Ons geloof dat hy die ene is wat die dood oorwin het, en daardoor vir ons die deur oopgebreek het, zodat ons ook die lewe kan hê. En daarom denk ik, zou het goed wees als jij vanavond in jou gemoed jou geloof net weer herbevestig. Heere, saam met al mijn vertwijfelingen, ik glo in u. Maar ik wil hê dat jy als groep weer hierdie twee teksten zal lees dan. En mijn vraag is, zou hierdie teksten genoegzaam kon wees voor ons getuienis in die wereld daarbuiten? Als ik nou voor oomblik weer kijk naar Filippense 3 vers 21 wat sê, hy sal ons nederige, dis ons sterflike lichame, hy sal ons sterflike lichame verander om so sy verheerlikte lichaam te wees. Als iemand van jou rekenskap vra van jou geloof en jy sê net dit vir hom of vir haar, hy, Heere God, gaan ons sterflike lichame verander in een verheerlikte lichaam. Zou dit nie al een genoegzame getuienis wees nie?
Hierdie twee verse wat Johannes en Paulus vir ons gegee het, is sulke positieve verse. Dit dui op die lewe wat God vir ons gee. As julle klaar dit bespreek het, dan kan julle gerus afsluit in gebed en vier die lewe wat die Here God reeds vir julle gegee het, maar vier dit ook wat julle in afwagting het. Lekker aand vir julle. Tot ziens.